Zo, dat was hem weer. Mijn powernapje. Want slapen op het werk, dat zouden meer mensen moeten doen. Het staat al langer ter discussie. De 8-urige werkdag. Niemand kan zich zo lang focussen. En zeker wij, de jonge generatie, niet. Oh, Jan, wil je mijn bril? Jazeker. Top. Ik kan me niet lang concentreren op één ding. Ja, sta je top op. Je zou kunnen zeggen, we verkorten de werkdag gewoon. Net zoals bijvoorbeeld in Zweden. Maar wat ook kan, is terug naar het peuterregime. Terug naar de middagdutjes. Een Brabants kwartierke, uw ogen dicht. Maar hoe staat het daarmee in onze provincie? De Gezondheidsraad gaf in 2017 al het advies om dutjes te doen tijdens studie of werk. Je bent namelijk veel productiever dan wanneer je 8 uur lang stug doorwerkt. Misschien herken je het wel, een productiviteitsdip rond een uurtje of 3. Daar heeft ongeveer de helft van de mensen last van. En die dip zorgt ervoor dat er 40 minuten werktijd verloren gaat. Toch lijkt er in de 5 jaar na dat advies weinig veranderd bij bedrijven. Je bent niet op het werk om te slapen. Nee, want dan ben je lui. En toch zijn er wel enkele plekken in Brabant waar je even lekker kan dutten. Denk bijvoorbeeld aan ziekenhuizen of fabrieken waar nachtdiensten gedraaid worden. Maar hoe zit dat bij andere grote bedrijven? Goedemorgen, met Ilse Schoenmakers, Omroep Brabant. Ik ben benieuwd, slaap je wel eens tijdens het werk? Ik doe niks anders. Nee. Nou, leuke vraag. Ja, vind ik ook. Is het bij jullie toegestaan om te powernappen onder werktijd? Ik ben nog niet over collega's gestruikeld die powernappen doen. Nou, wij hebben een powernapstoel in de fabriek. Heb ik nu geen idee of die nog gebruikt wordt. Dus dat zou ik even moeten navragen. En dat is dus in de fabriek. Hoe zit het bij jullie op kantoor bijvoorbeeld? Daar zijn we gewoon allemaal wakker. Nee, daar, dat zou wel een beetje gek zijn. Dat is niet echt gebruikelijk hier. Nou, het is zo dat we zeggen niet van doe het niet. Maar we hebben ook niet specifiek iets waardoor we dat faciliteren. Ik zou het niet heel erg effectief vinden, nee. In Azië rust er geen taboe op het doen van dutjes. Ze groeien ermee op. Niet alleen op school, maar ook op het werk wordt er tijd voor vrijgemaakt. In China bijvoorbeeld wordt een middagdutje gezien als een moment van rust en balans. Yin en yang. En ook in Japan is het niet gek als je op kantoor even je ogen sluit. Sterker nog, het wordt als toewijding gezien. Je zult je vast een slag in de ronde gewerkt hebben. Het ritme is bij veel bedrijven wel echt anders dan hier. Ze hebben een 9-9-6 ritme. Ze werken van 9 uur 's ochtends tot 9 uur 's avonds, 6 dagen in de week. En ik hoop niet dat dit mijn baas op ideeën brengt. Hier op Strijp in Eindhoven hebben ze in ieder geval niet liggen slapen. Er zijn een hoop innovatieve bedrijven en die zien de voordelen wel. Het levert alleen al minder stress op, meer focus, het is goed voor je hart en het stimuleert de creativiteit. Nou, we zijn hier bij Meld, een shared workspace, waar 15 bedrijven samen de ruimte delen. En we hebben daar nog allerlei extra faciliteiten en services aan toegevoegd om ervoor te zorgen dat eigenlijk werk en vrije tijd zo goed mogelijk in elkaar overvloeit. En we vonden het wel een tof idee om daar ook nog een powernap area aan toe te voegen. Zodat mensen tussen de middag of aan het einde van de dag even een dutje kunnen doen. Wordt die vaak gebruikt, deze ruimte? Ja, steeds meer. Ik merk dat het taboe rondom powernappen langzaamaan begint te verdwijnen. Maar wat wij de mensen eigenlijk proberen mee te geven is dat je dat juist wel moet doen. Omdat je daardoor, als je het dus tussen de middag na de lunch doet, in de middag gewoon veel productiever bent. Waarom ben je daar zo enthousiast over? Nou, ik ben er eigenlijk mee opgegroeid. We deden dat na het eten met het hele gezin. En als we de kans hadden, soms ook tussen de middag. En dat ben ik eigenlijk altijd blijven doen, omdat ik het eigenlijk een fijne gewoonte vind. Dus voor mij is het eigenlijk altijd al heel gewoon geweest. Het ideale powermoment is vroeg in de middag. Zo tussen 2,5-4, wanneer je natuurlijke middagdip begint. En het is belangrijk dat dat dutje dan niet langer dan 30 minuten duurt. Het ideale dutje duurt net iets langer dan 10 minuten. En zo'n dutje kan in een powernappot, maar dus ook in zo'n relaxed stoel. En wil je op zijn creatiefst wakker worden, dan moet je naar grootheden als Edison en Dalí luisteren. Zij hielden een zwaar voorwerp in de hand als ze hun ogen sloten. Je gaat lekker zitten en houdt iets zwaars in je hand. Je valt in slaap via verschillende fases. Bij het indoezelen ben je al een beetje weg. En daarna ga je steeds langzamer ademen en krijg je een lagere hartslag. Dat is fase 2. En net tussen fase 2 en 3, de diepe slaap, zit het moment waarop je wakker moet worden. En daar is dat zware voorwerp handig voor, want zodra je in fase 3 komt, kun je die niet meer vasthouden. En word je dus wakker.
En wat je ook kan doen is een nappuccino. Nou komt het hoogtepunt. Koen, mag voor jou een nappuccino? Mag zeker. Drink een bakje koffie vlak voor je gaat slapen. Zet de wekker op 20 minuten. En als je wakker wordt, kick die cafeïne in. Alle voordelen van een powernap en de alertheid van de cafeïne. Ik zeg, wat rusten jongen. Nog één ding wat je vooral niet moet doen. Dat is zo diep slapen dat je in fase 4 komt. Je droomslaap. Heerlijk voor in de nacht, maar als je dat overdag doet, dan werkt het averechts en blijf je de rest van de dag moe. Oh. Jij bent in ieder geval niet in slaap gevallen bij deze video. En je weet ook nog eens hoe je prestaties op werk of studie kunt verbeteren. Beter even een dutje dan een inkakken waar je urenlang niet uitkomt. Slaap zacht. Shh.